Volkswagen lanceert een elektrische versie van zijn superbekende busje. Het krijgt de naam ID-Bus, maar er zijn toch wel wat dingen te vertellen over de veiligheid ervan. Euro NCAP is een organisatie die ieder jaar alle nieuwe populaire automodellen test. Hier zie je bijvoorbeeld hoe dus die nieuwe Volkswagen ID.Bus wordt getest. Ze laten die dan crashen vanuit verschillende hoeken om zo te berekenen wat de impact van zo'n crash is op de inzittenden. Een van de testen die ze ook doen, is dat ze gaan kijken wat de impact van een aanrijding is op zwakke weggebruikers. En het is daar dat die Volkswagen ID.Bus wat minder scoort. Hij krijgt een score van 60% op dat onderdeel. En dat is niet zo goed. Dat is zelfs het slechtste van alle auto's die dit jaar getest zijn. Nu, waar ligt het probleem? Het probleem ligt ter hoogte van de voorkant van de auto. Wanneer een voetganger daar wordt aangereden, dan geeft de auto helemaal niet mee, wat natuurlijk voor zware verwondingen kan zorgen, vooral ter hoogte van het bekken van de aangereden voetganger. Als we dat dan vergelijken met bijvoorbeeld deze Ford Ranger pick-up truck, dan scoort die een pak beter op dat onderdeel van de test. Het is natuurlijk niet dat je kan kiezen, maar als je dan toch wordt aangereden, dan word je eigenlijk nog maar beter aangereden door zo'n pick-up truck dan door zo'n Volkswagen busje. Dat is toch best opvallend. En verder verliest de Volkswagen ID.Bus ook wel wat punten op de veiligheidssystemen. Hier zie je bijvoorbeeld hoe ze een test doen waarbij ze overstekende voetgangers of fietsers herkennen. En de Volkswagen ID.Bus die slaagt er toch niet altijd in om een overstekende fietser te herkennen. Al bij al haalt de Volkswagen ID.Bus wel goede scores. Het is dus zeker niet dat hij onveilig is, maar het kan dus altijd wel beter. Alle resultaten over elektrische auto's vind je op onze website.